We staan hier voor kind-jeugdcentrum Hedio Mare en de multifunctionele sportaccommodatie De Velst. Het is een combinatie van twee gebouwtypes in één, maar het is in principe eigenlijk een gebouw voor meervoudig complex gehandicapte kinderen. Het gebouw is eigenlijk een flexibel gebouw met een kolommenstructuur. Het is een eenvoudig volume wat aansluit in deze 60er jaren wijk met prachtig duurzaam metselwerk, met een patroon, ronde kozijnen. En ik heb natuurlijk voor aluminium kozijnen gekozen om de abstractie, de sculpturaliteit van dit gebouw te versterken. Daarom zijn ook de ramen die je achter mij ziet, die prachtige ronde ramen, die ik helemaal met die aluminium kozijnen prachtig in elkaar kon figuurzagen. Met aluminium kan je echt plakken, knippen, zagen en daarom heb ik aluminium gebruikt. Er zijn tuinen rondom gesitueerd en als je naar binnen komt, dan kom je eigenlijk in de riante plaza. En vanuit die plaza kan je alle domeinen, met een mooi woord, kan je eigenlijk zien. Je ziet boven het basisonderwijs met enorme speeldekken waar kinderen eigenlijk veilig naar buiten kunnen. Je ziet de sport, je ziet het zwembad, je ziet het theater achter de vouwwanden vanuit de plaza. En dat is eigenlijk de spil van het gebouw. Ik heb gekozen voor hele rustige materialen, hout in verschillende tinten, wit gebeitst hout, met zachte kleuren, zodat zowel van binnen als van buiten de omgeving zo prikkelarm mogelijk is. Het is een flexibel gebouw met allerlei vormen van dubbelgebruik en je ziet eigenlijk een dubbelgangensysteem waardoor kinderen met rolstoelen altijd rondjes kunnen rijden. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt van het ontwerp. En tussen die twee gangen, daar zijn de ruimtes à la carte. Met plekjes, hoekjes, nisjes en vooral de mogelijkheid om alle rolstoelen en hulpmiddelen uit het beeld te situeren.